De uitgangspositie voor de FC Twente vrouwen is dus goed. Pas bij een nederlaag van 3 doelpunten verschil zou Twente worden uitgeschakeld. Maar Twente wil gewoon winnen. Krijgt ook een goede kans via Bente Jansen. Die lijkt hier de score te openen. Maar het doelpunt wordt niet toegekend door de arbitrage uit Wit-Rusland. De bal zou niet de doellijn volledig zijn gepasseerd. Na het voorbereidend werk van Ashley Weerde, de inzet van Bente Jansen. En op de beelden is niet te zien of het wel of geen doelpunt is. Maar het telt in ieder geval niet. Dan Suzanne Giezen. Van Mechelen leidt balverlies op een gevaarlijke plek. Want ineens komt Sankt Pulten er gevaarlijk uit. Via Meijer gaat de bal dan naar het Zagor. En die maakt er 1-0 van voor de ploeg uit Oostenrijk. Helemaal vrijgespeeld, geen buitenspel en het nachtmerriescenario voor Twente wordt een werkelijkheid. Een vroege achterstand en dan heeft Sankt Pulten nog maar 2 doelpunten nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Maar dan meteen het antwoord van wie anders dan Fenna Kalma. De 19-jarige spits die overkwam van Heerenveen scoorde al 3 keer in Oostenrijk. En maakt nu ook een hele belangrijke treffer voor de ploeg uit Enschede. 1-1. De hoop en de ambities bij Sankt Pulten worden daarmee de kop ingedrukt. En Twente drukt door in die eerste helft. De uitbraak van Ashley Weerden. Grote kans voor Fenna Kalma. Maar de spits die voor het eerst is opgeroepen voor de selectie van de Oranje Leeuwinnen mist ook wel eens. Dus blijft het 1-1. Dan de openingsfase van de tweede helft. Bal voor de voeten van Maria Mikolajova. En het schot van haar is te machtig voor de keepster van Twente, Daphne van Domselaar. Wordt het dan toch nog spannend in de tweede helft? Sankt Pulten heeft dan nog 2 treffers nodig voor een plek in de volgende ronde. Balverlies van Suzanne Giezen achterin. De poging en de knappe redding van Daphne van Domselaar voorkomt dat het nog spannend wordt in de slotfase van deze wedstrijd. Twente verliest met 1-2, maar gaat wel voor de 3e keer in de historie naar de laatste 16 in de Champions League.